bankje weg. Dat staat daar buiten, nou, lekker belangrijk. Mag voor mij wel nat worden. Ja, lieve vrienden, ik ben wat laat, maar een hele welkom, een hele warme welkom bij een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag zondag, de 26e van de 5e, 2024. Mijn nieuwe bank komt er al aan. Ja, de poort die is gewoon los, de plankhekken er onderuit. De tuin dus staat op een haakje, elwing moet eraf, de kussens moeten eraf, het kleed moet eraf. Want de bank die komt eraan en ze willen niet op de vlog. Nee, dus ja... Ik was helemaal vergeten jullie erbij te halen, want ik ben al bezig met mijn spel. De meiden zijn al buiten geweest, ben er al mee uit geweest. Het heeft al geonweerd, het heeft al geplengst, het heeft al gewoon normaal geregend. Het is nu gelukkig droog, dus ja, ze zetten zo die deuren, tenminste, de bus van de poort neer. Ze kunnen er zo uitsjouwen, ja toch? Dus ja, nogmaals welkom en ja, sorry dat ik een beetje gehaast ben, maar ik ben het helemaal gewoon vergeten. Ik zat zo lekker in mijn spel ook en ja, ik ben bang van onweer en daar kan ik ook niks aan doen. Dus ja, dan zit ik een beetje op hete kolen en dan denk ik helemaal nergens aan. En ja, ook is er afgelopen nacht heel veel dingen gebeurd wat ik nog verzwijg, want dan moet ik eerst gewoon licht voor krijgen om daar over te mogen vertellen en te doen. Maar het is in ieder geval niet leuk en het is heel erg bizar allemaal. Dus ja. Maar in ieder geval, ik ga Elwing van de bank afhalen. En het kleed eraf. En de kussens eraf. Want ze kunnen elk moment voor de deur staan. Dus ja, dat dus. Dus ik ben ook zelf benieuwd. En ja, ik weet hoe die eruit ziet. Ik weet de kleur, dus ja... Voor jullie nog een verrassing, voor mij een weet. Dus lieve vrienden, geniet van alles. En jullie weten dat ik ga straks ook naar mijn broer toe op verjaarsvisite, want die is dinsdagjarig. Cadeautje heb ik al klaar, maar dat weet hij niet. En het valt hem ook niet op, want het is zo'n tasje, zo'n beker, daar zit alles in. Ja, helemaal top. Dus ja, lieve vrienden, ik zie jullie vanavond gewoon weer. En tot later. Doei, doei. Nou, daar, de bank is weg. Dat staat daar buiten, nou, lekker belangrijk. Mag voor mij wel nat worden. Mag ik even douchen, schat? Dank u. Kijk, daar staat hij. Nou, dat gaat nog wel vuil. Ja, ik bel ze even van de week op. Dat ik een bankstel heb. Voor het grof vuil en dat het van mijn achterplaats weggehaald kan worden, dat ik dat zelf niet kan versjouwen en dat de poort dan voor hun open staat. Maar ik heb dan wel twee stoelen. Ja, dat is nog kus voor de bank. Dat zijn de leuningen. Want dat zit vast. Ben ik blij mee. Dus ja, die staat te ruiken en te doen. Hé, dommetje. Ja, en daar komt de bank gewoon te staan. Maar het zijn wel grote stoelen, zoals jullie het allicht al zien. Ja, breder dan het vorige. Maar dat maakt niet uit. Dan kun je er lekker in zitten, lekker in hangen. Voor mijn part ga je erin slapen. Ja. Maar de tafel die staat een beetje briekt zodanig zoals die niet hoort. Maar dat is even om de mannen ruimte te geven. Dus. En er staat nog eentje te ruiken. Wat is dat, Rijka? 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 Oei, 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 oei. Wat is dat allemaal? Ja! En wat ruiken jullie? Is dat Bonno? Hé? Geurtje van Bonno? Ja, geurtje van Bonno, hè? Ja. Ja, nou ja, daar zitten gebruikersporen aan, maar ja, daar hou je toch, hè. Het is oud, het is niet nieuw meer, maar het is zonde om hem weg te doen. Kijk, die is kapot. Die is echt kapot. De achterkant van de stoelleuningen, ja, wat is het? Het lijkt wel stro wat erachter zit.
Maar in ieder geval, dat is van de katten. Ik heb drie, vier katten in huis gehad. In eerste instantie, later werden dat drie. Nou ja, het is gewoon oude muk. Het is al eeuwen oud. Wat vind jij daar? Hallo? Denk om het vloer. Nee. Ga weg. Ga eens fietsen stelen. Ga nou eens fietsen stelen. Wat leg daar dan? Ga dan eens even weg. Die sowieso. Nou, alsjeblieft. Een brokje, alsjeblieft. En nog een stukje brokje. Ja, en ik zie nog wat. Dat moet ook weg. Nou, ik moet even wat schoonmaken. Dus dat gaan we even doen. Ja, gaan we even gauw doen. Nou, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden. Oh jee, doet hij het al? Ja, doet het al. Ik ben helemaal van mijn prepel. Ja. Ik ben net thuis, maar ik moest heel veel naar de wc. En ik heb even Mario teruggebeld, omdat die ook deze kant op komt. Want die is de eerste die mijn bankstel uit mag proberen. Ja, ik heb hem nou helemaal compleet. Ja, laat het jullie even zien. Dus even geduld. Daar zit Rijka. Nou. Met een dichte leuning eindelijk. Dus de kussentjes kunnen er niet meer afvallen tussen de leuningen door. Dan denk ik aan de voorkant. Ja, het geeft wel even goed meer ruimte in beslag. Maar dat doet er niet toe. Ik kan deze stoel trouwens nog even wat opschuiven hoor. Hij staat nog eventjes ver deze kant op. Stop weer. Wauw! Als ik wel later er maar tussen kan. Toch? Ja. Zo. Nou is er wel weer meer ruimte. Ook vanwege mijn stoel. Dus ja, dan dus. En die stoel in de hoek, die staat ook meer naar het kastje toe. En de kaars, die staat voor de kast. Maar ja, het is kolossalig. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Ik kan hem makkelijk op die bank leggen bij die meiden. Of een van de meiden. Ja. En hij lijkt me ook dieper toe, hè, het zitgedeelte. Ik weet het niet. Hé, hey, kind. Ja, we gaan zo lopen. Want het is prachtig mooi weer en er zal regen komen. Er zal van alles komen. Er is ook wel regen geweest, eerder dan het zou. Het zou om 3 uur gaan regenen en onweren, maar het begon al voor 2 uur te onweren. Later begon het even wat te regenen. 1 hele hoge piek en de rest was hele kleine beetjes en toen was het overklaar. En we hebben nog, dat ik bij mijn broer en mijn schoonzusje zaten, nog een buitje gehad, terwijl ook de zon scheen. Hè? Ja. Dus ja, dan dus. Maar in ieder geval, ik ben blij gewoon. Ja, we hebben lekker oude zitten te delen. Ook heb ik trouwens een hond bij gekregen. Dat zijn blokken. De geiten van mijn schoontaf is niks voor jou. Nee. Het vrouwtje, ik moet even zoeken. Blokken. Die stoelen en die bank hebben 4 poten. En onder die poten kunnen een blokje. Maar onder 1 stoel niet, want ik heb er 2, 3, 4 en voor 1 stoel. Dus, maar het is maar net, wat vinden de mensen ervan om daarop te zitten? En ja, is het hoog, is het laag? Wat willen de mensen? Moet ik hem omhoog zetten? Dan kan het omhoog, is het te laag? Dan is het niet te... Noem je dat? Niet te laag, dan kan hij gewoon zo blijven. En dan ruim ik die blokken op. Ja, zo simpel. Als een bruine boom. Maar in ieder geval, dan ga ik met mijn meisjes lopen. Want Marja die komt straks deze kant op. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En geniet een beetje mee. Doei, doei, doei.
Holy. Rustig. Zo lief. Allemaal eentjes. Allemaal jonge eentjes. Ja. Ik ben een vlogster. Versta je me? Nou, we gaan weer verder, mensen. Tot later. Ja, hoe lief, hè. En dat op de nieuwe bank. Het legt in ieder geval lekker aan die twee te zien. En die heeft ook zijn eigen troontje gevonden. Hé? Ja. En zoals jullie weten zit Mario daar. Dag, lieve schat. Hallo. Vertel jij eens eventjes keurig netjes hoe de bankstel zit. En niet liegen. De waarheid. Alleen om mijn puur... De bank zit lekker, hoor. En de stoelen ook. Nou, daar zijn we blij mee. Ja, ja. Zeker. Dus, en wat ben je aan het doen? Even aan het appen met Mike. Ah, dag Mike. Ik weet, ja, moet maar zeggen dat hij genoemd wordt in een vlog. Dus, maar ja, oké, en we zitten lekker aan een bakje koffie. En de televisie staat natuurlijk aan. Ja, Save the Children. Nou ja, inderdaad, Save the Children. En ik ben bezig met een vlog, maar ja, veel te zien valt er nog niet, dan denk ik maar een tekst. En dat komt voor de vlog en als plaatje. Ja, dus we gaan gezellig verder en ook televisie kijken en de dieren, nou ja, daar geniet ik zo van. Hè. En moet je dat nou zien, die Rijka. Oei, wat een hopie dopie. Oh, gosje. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen tot later. Zo, lieve vrienden, ja, het is alweer 4:01. Dus we gaan er rap er vandoor om naar buiten toe te gaan en met de meisjes even te lopen. En als we dan weer thuis komen, dan gaan we snel weer naar boven toe. Ja, want ik moet er straks ook weer mijn tijd eruit. Want ik krijg bezoek van de trapliftmonteur. De jaarlijkse controle. Ja, dat gaat ook altijd door. Ik weet niet of ik filmen mag, ik weet dat niet. Nee, dat soort lui willen liever er niet op, weet je. Maar ik vraag het en dan niet geschoten is altijd mis. Maar in ieder geval, als het niet mag, dan hebben we pech. En mag het wel, is het ook weer even leuk. Ja. Ja, morgenmiddag komt Willy dus weer. En morgenavond, de eerste avond van de avondvierdaagse. En dan hopen we tenminste op wat knap weer en dat het niet in het water valt. En ook geen onweer, want dan wordt dat weer afgelast. Ja, tegenwoordig wordt het afgelast, et cetera. Voor mij wel goed en voor misschien meerdere. Degene die bang zijn, net als ik. Maar degene die niet bang zijn. Ja, hallo, ik weet niet. Vroeger werd er ook niks afgelost met een beetje onweer of wat dan ook. Nee, waarom nu dan wel? Ik weet niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet gewoon van jullie dingen. En geniet ook een beetje met ons mee. Maar voor nu zeggen we gewoon, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Gezond weer uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten dat God die houdt over ons de wacht. Over ons allemaal, mensen hier. En daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!